Ze staan 's ochtends vroeg al uren te wachten. Heel Nieuwolda en omgeving is uitgelopen, want wie wil koningin Maxima nou niet van dichtbij zien? We zijn ook al heel vroeg van huis gegaan vanmorgen hoor, om vooraan te staan. Na al dat wachten worden de mensen om 22:30 eindelijk beloond. Heel mooi, mooi in het groen. Ik denk dat ze dat van tevoren aangegeven heeft. Van dat andere meisje was ook in de groen. Dat stond heel mooi bij elkaar. Heel mooi. Zeer trots op Nieuwolde zo. Het is rekenen zoveel tijd door hier in Nieuwolde. Dus ik vind het mooi. De koningin is in Nieuwolda voor de officiële opening van verpleegcentrum Het Hamrik. Daar zitten 32 bewoners die speciale zorg nodig hebben. Het Hamrik is al bijna een jaar in gebruik, maar voor de opening wilden ze iets bijzonders doen. Alles kwam hier samen. Kleinschalig verpleegcentrum, leefbaarheid, duurzaamheid, Noordoost-Groningen. Ja, dat was het juiste moment. Voor de officiële opening onthult koningin Maxima een beeld en een plakkaat. Ze heeft daarbij weliswaar wat hulp nodig, maar het lukt. Tussen de bedrijven door krijgt de koningin een rondleiding en praat ze met de bewoners. Die kunnen hun blijdschap niet op. Ik heb dit niet gedacht. Nooit van mijn leven niet. Ik vind het fantastisch. Heel mooi. Maar als ze dan zo levendig voor je staan, nou, dat kun je gewoon niet denken. Gewoon niet denken. Het is maar een heel gewoon iemand. Heel gewoon. Ik geloof wel dat ik vannacht nog niet slaap. Ik denk eraan. En voordat iedereen er erg in heeft, is het koninklijk bezoek aan Nieuwolda alweer bijna voorbij. We love you, Maxima, zei. Ja, we love you, Maxima. En toen zei ze, you look beautiful. Oh ja, yeah, dat is leuk. Yeah. En uw dochtertje heeft nog bloemen kunnen geven? Nou ja, echt. Dat vond ik heel leuk. Ja. En ze weet, Maxima is de mooiste van het land, zei ze. Ze is 3 jaar oud. Dus vind ik heel leuk. Het leek wel een Koningsdag in het klein hier in Nieuwolda. Met veel publiek erbij. Enthousiaste bewoners van het Hamrik. En ik heb prachtige ontmoetingen gezien tussen de koningin en de bewoners hier. Wat dat betreft een buitengewoon geslaagde ontmoeting hier in Nieuwolda. Nou, wij hebben een hele goede indruk gekregen. Warm, betrokken, spontaan. En ja, stralende middelpunt van ons feest. Zijn de foto's een beetje gelukt? Uiteraard zijn die gelukt. Ja, uiteraard. Ja, daar maak je maar één keer je leven mee.